hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Jordi ligt al in bed. Ik heb, het is inmiddels trouwens al middag. Jordi ligt lekker in bed. Die was zo moe en chagrijnig dat ik, ik heb hem gewoon zijn nest ingedouwd. En Liam die is nog wakker, hè? Ja. En die heeft ook al zijn fruitje gehad en alles. En die krijgt daar ook nog een flesje. Oh, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Zo zie je toch niks? Hallo? Zo zie je toch niks? Zo wel? Ja, zo wel. Hij is nou nog een beetje... van het fruitje. Het is ook nog geen tijd om hem een flesje te geven. Maar zodra die tijd er is, krijgt hij een flesje. En dan gaat hij ook lekker slaapje doen. En vandaag ga ik eigenlijk niks doen. Want ik heb er gewoon geen puff voor. Ik ben moe. Soms heb je daar wel eens... Dan ben je gewoon moe. Wakker geworden. Joef heeft weer eens iets gegeten. Joef die heeft vanochtend gekotst. En ik heb het kokhalzend opstaan ruimen. Dus dan snappen jullie het al. Maar goed, in ieder geval, laat de vrijdag beginnen. Ik weet niet wat ik vandaag vlog. Ik heb vandaag niet zoveel behoefte om echt te vloggen. Dus ja, we gaan het zien. Dadelijk moet ik in ieder geval even uploaden. En heel eventjes wat dingetjes hier doen. Want het is weer één grote pestbende. Echt wat een paar uur al met je huishouden kan doen. Maar goed. Dat tezijde. We gaan dadelijk even Liam doen. Goedemorgen. Goedemorgen. De kindjes hebben al gegeten. En Jordi is lekker aan het spelen in de box. Wat wil je vertellen? Ja, Joef, hè? Ben je op de televisie? Joef? Nee, Joef. Gisteren heb ik niet meer gefilmd. Ik had gewoon de puff niet. Ik was gewoon hartstikke moe. Ik ben ook op tijd mijn nest ingegaan. Zodat ik vandaag weer frips en fruitig ben. Jordi die gaat over een uurtje met Niels naar de kapper. En dan wordt hij geknipt, want hij zat ook weer aan zijn haren te trekken. Dus het was ook gewoon weer echt nodig. En dan ga ik nog wat dingetjes in het huishouden doen. En Niels die is merendeel bij de kindjes dan, hè? Ja. Joef die is aan het vervelen. Nou, natuurlijk niet, hè? Nee, als de camera erop gaat niet, hè? Hier moet je daarop bijten. Je was jaloers. Maar goed, in ieder geval laat de zaterdag maar beginnen. Jordi is net eventjes met Niels naar de kapper geweest. Hij is lekker weer kaal. Dan moet ik even onder de douche, maar met eerst even fruitje eten. Yes! Ja, we hebben het gewoon wat korter gemaakt, want hij trekt gewoon echt hard aan zijn haren. En dat is gewoon niet de bedoeling. Dus vandaar dat we het gewoon even weer wat korter hebben gedaan. Maar goed, Niels die gaat Jordi verder fruitje geven. Ik ga Liam klaarmaken voor fruit. En ja, dan gaat Jordi daar lekker de douche in, wordt weer schreeuwen. Yay! Ik denk dat we het wiel hebben heruitgevonden. Niels is momenteel met Jordi aan het douchen. Ik heb er net ook even bij gezeten. En hij schreeuwt niet. Hij is aan het spelen in de douche. Zou het dan toch met prikkels te maken hebben dat het gewoon de verkeerde tijd 's avonds is? Dat moeten we gaan uitproberen. Dus dat betekent misschien morgenochtend wel weer in de douche om eens te kijken wat hij gaat doen. Moeten we gaan uitproberen. Maar voor nu, yes!
Hij zit lekker rustig in de douche. Douche met Jordi was echt niet meer leuk. Maar goed, in ieder geval, dat is hoe het nu gaat. Ze zijn klaar volgens mij. Dus dat betekent dat ik even moet helpen. Jordi is straks naar de kapper dus geweest. En daarna hebben we hier een beetje opgeruimd en is Jordi de douche in geweest, zoals ik al vertelde. Ja, toen kwamen we eigenlijk achter dat het toch wel mooi weer was vandaag. Want we zouden eigenlijk vandaag burendag vieren. Dat was afgelast. Maar dan heb ik toch iedereen weer opgetrommeld van kom, we doen toch nog even... Een bak koffie. Een bak koffie en dat is eigenlijk best wel uit de hand gelopen. Of ja, in de positieve zin hoor. We hebben gewoon een gezellige middag gehad. Ja, ja. Jordi is op een gegeven moment ook buiten gekomen en hebben we geoefend met lopen. En Dia mee buiten in zijn loopwagentje gelopen. Ja. En hij is nog van alles aan het vertellen, hè? Ja, wat je allemaal meegemaakt hebt vandaag, hè? En toen zijn we nog even gauw naar de winkel geweest, kindje gegeten, zelf gegeten en nu liggen we op de bank. Of ik lig op de bank, Niels gaat zo ook weer op de bank liggen. En dan gaan we zo de kinderen naar bed doen en dan gaan wij lekker een filmpje kijken. Ja, en vroeg naar bed. Dan moet je weer tandarts spelen. Hey, hey. Hey, meneer de tandarts, dat is wel heel ruw. Maar ja, dus we gaan vandaag ook afsluiten, want dat gaat hem niet meer worden. We gaan niet veel bijzonders doen. Dus als we de film alleen al halen, hè, Niels. Mm-hmm. En we moeten nog bed opmaken, want die had ik ook afgehaald. Dat komt allemaal goed. Als Niels zegt dat het goed komt, dan moet ik heel lang wachten. Ja, dat is echt waar. Papa doet altijd heel lang erover. Maar goed, in ieder geval, ik wens jullie alvast wel trusten. En Liam gaat dadelijk als eerste naar bed. Ga je naar bed? Jij gaat dadelijk naar bed. Jij gaat zo naar bed. Ja. Zeg maar, dat is het. Goed zo. Nee, die is niet van jou. Wat? Tuurlijk, nee, dag, ik heb geen oog meer. In ieder geval, welterusten. Een hele goede morgen. Wij zijn al eventjes op. En Jordi en Liam hebben al gegeten. Krijgen ze dadelijk fruitje. En Jordi zit nou bovenop me om te spelen. Hallo. Jordi, wil je bril op? Hoi, brilletje. Laten we spelen. Je kan weer wat zien. Ja. Yeah. Druk op mijn voelsleten of beweeg me heen en weer. Liam is lekker in de box te spelen. En Jordi die is bovenop mama, hè, aan het spelen. Voordat je me dadelijk uitkleedt, jongen. Hè? Ja. Ja. Ik ga zo dadelijk boven poetsen. En Niels gaat dan lekker met de kindjes dadelijk fruitje eten. En dan gaat de zondag weer van start. Ik heb even Niels zijn telefoon gekaapt. Want ik zei tegen Niels, ik ben al met de was bezig. Ik heb vrijdag en zaterdag heel veel gewassen. Ik heb nu nog 2 wasjes en dan ben ik helemaal bij. En ik zeg tegen Niels, ik zeg, nou moet ik natuurlijk eens een keer laten zien hoe dat ik mijn was doe. Dus, dat gaan we eens even doen. Ik heb altijd een bepaald systeem hierbij. Kleren van Jordi, ondergoed. Spullen die naar beneden moeten, zoals vaatdoekjes, dweilen, doekjes die Jordi altijd gebruikt, slabbertjes, dat soort dingen. En dan zit mijn berg was. En dan heb ik hier altijd alles van Liam staan, ondergoed van Niels. En ja, dit is dus de berg die ik ga opvouwen.
alle was die ik niet hang of zo leg ik meestal gelijk weg. Behalve de douchespullen, die leg ik meestal op bed. En de spullen van de kinderen die moeten hangen, die hang ik meestal bij me in de buurt neer, zodat ik die dadelijk gelijk op kan ruimen. Dus ja, ik laat even zien hoe dat ik altijd mijn was doe. En sommige dingen laat ik erin, sommige dingen ook niet. Maar in ieder geval, ik doe het altijd met mijn koptelefoon op en muziek op. Daarom heb ik dus ook Niels' telefoon nodig. Want ja, ik kan natuurlijk niet allebei doen en ik wil het wel zo realistisch mogelijk laten zien. Niels is momenteel beneden met de kindjes. Ze hebben lekker fruitje gehad. En zijn nu even aan de uitbuiken. En ja, let's go! Nou, ik heb mijn was opgevouwen. Ik ga het heel eventjes opruimen en in de kast leggen. Dat is eigenlijk een beetje wat ik doe. En dan ga ik weer verder hier. Wij zijn naar de winkel even geweest. Ja! En hebben papa en mama samen met Jordi en Liam boodschapjes gedaan voor de hele week. Ja. Hebben we al voor deze auto gespaard? Ja, hebben we ook gespaard. We zijn namelijk even naar de Jumbo geweest. Jordi heeft allebei de racewagens van Max Verstappen. En Niels wil die derde ook sparen. Dus vandaag. Hé? Ja. Maar volgens mij hebben we 1 jaar niet. Oh ja, dan weet ik niet of dat 1 jaar wel of niet gedaan is. Ik weet alleen dat Niels er nu wel voor wou sparen weer. We hebben er 2 en papa wil 3. Papa wilde 3. Voor Jordi. Ja, en ook voor Liam natuurlijk. Het is niet alleen maar Jordi, hè. We hebben hier ook nog Liam. Ja. Die samen spelen, samen delen, hè. Ja. En nou krijgen Jordi en Liam eventjes eten. En papa en mama hebben Burger King dadelijk. We zijn geen influencers. Nee, we zijn geen influencers.
Wij eten ook. Nee, wij eten ook wel eens ongezond natuurlijk, hè? Dus, op de zondag. Op de zondag, ja. Een paar dagen voetbal kijken. Ook dat nog. Dacht Formule 1 gehad te hebben, komt voetbal er ook nog bij. Maar ja, in ieder geval, de kindjes krijgen eten van Niels. En ik ga heel eventjes wat dingetjes nog doen hier. Nog even wat boodschappen opruimen en zo. En dan is het alweer bijna bedtijd voor deze twee grote mannen. Hè? Ja! Wat wil je vertellen? Het filmpje is afgelopen. Ja, mama wil even jouw bril opzetten. Zit die alweer af? Ja. Hij zit een beetje wijd. Dus mama zal hem eventjes goed maken voor jou. Ja. Zo. Dan zit hij beter, hè? Ja. En mama een kusje van jou. En mama een kusje? Hij zit hier helemaal onder de uitslag. Dat komt door weersverandering. Dat ze kiezen nog steeds een beetje doorkomen. En omdat hij continu zevert als hij met speelgoed speelt. Dus dat zit allemaal als combinatie hier helemaal. We smeren het ook in. Alleen ja, daar is niet tegenop te smeren natuurlijk. Hé jongen? De kindjes liggen inmiddels in bed. Niels ligt lui op de bank tv te kijken. Maar die heeft me ook geholpen met de kindjes. Want ik heb het niet hoeven doen gelukkig. Maar ik heb nu wel weer iets anders gedaan. Ik heb namelijk mijn kast opgeruimd. We hadden straks allemaal drinken en alles voor Jordi ook gehaald. En dus moest ik even opruimen. Heb ik nou gedaan. Dus dat kan ik ook weer van mijn lijstje afstrepen. Ga ik nu weer eventjes verder. De logopedie die heeft mij straks een appje gestuurd. Gaat helaas morgen niet door. Dus ik hoef daar morgen niet heen. Maar we gaan wel even een videobelafspraak doen. Dus ze belt me morgenochtend en dan gaan we eventjes videobellen en aardbeidjes proberen te laten eten aan Jordi. Dus dat gaan we doen. Maar voor nu ga ik eventjes verder en de boel hier verder opruimen en zo. En toen was het voor ons ook weer bedtijd. En daar is Joef. En daar is Joef. Ik zei net nog dat ze niet mocht. En toch doen. Kom, eraf. Nee. Nee. Nou, dat is heel zielig staan kijken. Maar toen? Nee, gebeurt niet. Ik ben immuun daarvoor. Ik heb twee kinderen die dat ook doen. Wij gaan deze ups en down afsluiten. En lekker naar bed. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.